wil nog even herhalen wat we de vorige les behandeld hebben over het bepalend lidwoord. De verbuiging van het bepalend lidwoord die u allemaal begrepen zult hebben en die van groot belang is als fundament voor het leren van de Duitse taal. Dan wil ik graag de meneer Ots horen boven het verboog het woord der Freund. Der Freund, des Freundes, dem Freunde, den Freund. Wel, meneer Rekers, vertaalt u de volgende Hollandse zinnen in Duits op het bord. Het moderne verkeer eist van de politie grote oplettendheid. Ja, meneer. Nu gaan we over tot de verbuiging van een vrouwelijk woord. En we zullen nemen het woord die dame. De eerste naamval is die dame. De tweede naamval der dame. De derde naamval der dame. En de vierde naamval die dame. En dan zullen we met z'n allen even repeteren. Dus we beginnen met de eerste naamval. Die dame, die dame, die dame, die dame, die dame. Goed zo, heren.